In een recente onthulling deelden Thijs Boermans en zijn vriendin Anna Noosin hun vreugdevolle nieuws over hun aanstaande ouderschap. Hoewel ze hun relatie lange tijd geheim wisten te houden, is de zwangerschap van Anna nu nationaal nieuws geworden en dat heeft een golf van meningen teweeggebracht. Thijs Boermans heeft echter laten weten dat hij genoeg heeft van de zure reacties op hun gelukkige aankondiging. Hoewel Thijs voornamelijk positieve reacties heeft ontvangen, heeft hij in zijn podcast Borrelpraat met Niels Oosthoek onthuld dat er ook enkele negatieve geluiden zijn. En hij is er helemaal klaar mee. Er zullen altijd wel wat zure appels tussen zitten die er iets van vinden, zegt Thijs. Ik vind het redelijk ondenkbaar dat je bij zo'n goed nieuws iets negatiefs kunt vinden. Maar goed, ieder heeft zijn eigen mening. Een van de voornaamste onderwerpen van de zure reacties lijkt het leeftijdsverschil te zijn. Thijs en Anna schelen 10 jaar, maar volgens Thijs betekent dat niets. Mannen die jongere vrouwen hebben, dat kan ook, dus. En ik ben ook gewoon heel erg verliefd, dus what the fuck. Voor Thijs is het een flinke aanpassing om te accepteren dat iedereen nu een mening heeft over zijn relatie en de zwangerschap. Dit is zo van ons. En nu is het nog steeds van ons, maar ook voor de rest. Maar je kunt een zwangere buik natuurlijk niet geheim houden, vooral zij niet. Ze groeit gewoon uit haar maten en dan is het op een gegeven moment ook onhandig als je de hele tijd je cocktails moet omwisselen met mocktails. Wat betreft het delen van meer details over hun relatie of de zwangerschap met de buitenwereld, hoeven mensen niet te veel te verwachten. Nu is nog steeds de planning om zoveel mogelijk voor ons te houden. Dus je gaat mij niet een babybuik zien vasthouden. Dat ga ik gewoon niet doen, daar word ik zo ongemakkelijk van. Ik ben ook niet van babyshowers als ik eerlijk ben, ik vind dat ook een beetje extra, vertelt Thijs.